van de Europese kampioenschappen grasbaan in het Duitse Vechta. De grasbaansport is in Annen namelijk razend populair en dus gingen zaterdagochtend niet alleen coureurs, maar ook tientallen supporters naar Duitsland. Reportage van Wim Plekkenpol. En in Vechta zouden 12 combinaties, waaronder 4 Nederlandse, vanaf 7 uur zaterdagavond voor de 16e keer om de Europese titel strijden. Zouden, want daar leek het lang op, omdat langdurige regenval de baan onbereidbaar had gemaakt. Een complete loterij. Eén die goed van start afkomt, zeg maar, die een kopstart pakt, die kan in principe vrij rijden. Nou, en degene die erachteraan komt, die heeft gelijk de bril vol. Nou, en ja, dan moet je maar afwachten waar je terechtkomt. En dan maar afwachten dat er ruimte komt. En dan pas kun je misschien weer verder. Maar ja, dan heeft die eerste man natuurlijk al zoveel voorsprong opgebouwd. Maar ja, dan kom je er niet meer bij. Wat is het eigenlijk voor een substantie op die baan? Nou, het is net een soort scherpzand, zeg maar, met cement erin. En er is wat door elkaar heen gemixt. Nou ja, en nou die water erbij. Dan kun je een huis bouwen, dus waar kan een klare model. Maar na alle arbeid werd er door de organisatie in overleg met de rijders niet besloten om naar zondag uit te wijken. Want het was intussen droog geworden. En met name om de 2000 toeschouwers, waaronder hier een bus vol uit Annen, niet teleur te stellen, kon er uiteindelijk om 8:30 van start gegaan worden. En in de allereerste manche gaven de Duitsers al hun visitekaartje af. Europees kampioen uit 98, Onderka, met een prima start. En de rest kan glazen poetsen. Willy en Matthijssen hier als derde, vader Henk als vierde en Schuurmans met de andere bakkenist Henk Ouwema op een vijfde plaats. En bij het volgen van de koplopers zien we dan ineens rode vlaggen verschijnen. De race gestaakt en nummer 11 Schuurmans verstrengeld met een Duitser. De man die voor ons zat, die viel stil, die had motorpech. En wij zagen het te laat, dus we klapten er bovenop en ja, toen was het al gebeurd. Geen pijntjes? Ja, een beetje last van de voet, maar daar kunnen we wel doorgaan hoor. Dan mag je nog een keer herstarten en dan eens zien we je wegrijden. Ja, dat klopt. Onze motor heeft een opdonder gehad en we dachten dat alles goed was. En we komen bij de start, dus we trekken de koppeling in. En de motor begint te lopen. De koppeling liep niet goed vrij. En wat blijkt nou, de koppeling heeft een opdonder gehad. De as is een beetje krom. Ja, ik kan niet echt goed vrijlopen op dit moment. Dus we proberen de volgende maand het beste weer uit te halen. En beter verging het de Nederlandse kampioene Marco Glory uit Wolvenga met bakkenist Harry Drent uit Annen. Wat een start hier. Als eerste de bocht in, maar daar komen buitenom de Duitse kampioenen Koenert und Bagger. Ze waren al 2 keer Europees kampioen en beschikten over meer power. Glory won overigens zijn eerste manche, maar moet hier genoegen nemen met een tweede plaats. Derde overigens wordt Henk Matthijssen. En dan moet er razendsnel schoongemaakt worden. Niet alleen de motor, maar ook de mannen zelf. Zoals hier Marco Glory. Hij verzamelde 20 punten en zou als derde de finale ingaan. En ook William Matthijssen. Die haalde verrassende finale. En in deze manche legde hij de basis. Hij liet Duitsers, Engelsen en een Fransman zijn uitlaat zien en wint deze race. Even zijn op de baan de rijders onzichtbaar, omdat een stukje bos niet gekapt mag worden. Hier is dat. Hoezo dus, natuurschutz. Maar daar zijn Matthijssen junior met Erwin Boers in de bak. Ze behaalden 16 punten en zouden uiteindelijk als vijfde de finale halen. En waar in Nederland de verwende grasbaansupporters allang naar huis waren gegaan, bleven de vele Duitsers daar dankzij de bier en de braadworst tot 12 uur. Want dan de finale. Glory Drent, Matthijs Boers tegen 4 Duitse combinaties. Onderka, de binnenbaan als eerste weg. Maar daar komt in het groen al de Duitse kampioen Koenert. Bischoff is dan derde en Glory Drent vierde. En dat is interessant. De strijd om die derde plaats. Binnenkant Marco Glory en Harry Drent. Eerste aanval is mislukt. Dan proberen ze het hier nog een keer aan de binnenkant. Bij Bischoff. Maar weer komen ze er niet langs. De supporters geloven er nog wel in. Maar als dan de finish in zicht komt, dan zien we Koenert, Europees kampioen, Onderka tweede, Bischoff derde en Glory Drent vier. En de verrassing, William Matthijssen, Erwin Boers vijfde. Vreugde dus en teleurstelling. Je hoort het van hoe hij wint. Als je dat niet doet, als je denkt van ik ga als eerste worden, dan hoef je niet mogen reizen. Alleen het is niet lukt en dat is echt blind baan. Shit.
Vooraf zei je, de baan is heel erg moeilijk. Dat is ook gebleken? Ja, de baan is ook moeilijk. Hij is slecht, hij is achterop slecht. En vooral als je achter iemand rijdt, je krijgt zulke kloeten om de kop. En dan wordt zicht wat minder en dan moet je toch denken wat je doet. En dan gaat het allemaal wat minder. William, vijfde plaats. Mogen we dat een succes noemen? Ja, dacht ik wel. Boven verwachting. Dus het ging hartstikke mooi. Beschrijf je finales? Ja, kijk, dan heb ik begin ook al zei, mijn streven was om in de finale te komen, dus in de A-finale. Daar ben je dus al bij de succes. En ik ging gewoon op de start gaan staan en ik denk van nou gewoon klaar, ik gok gewoon op de start. Nou, dan zie ik wel wat geinig. En dat heb ik gedaan. En we gingen eigenlijk met z'n zes eigenlijk de eerste bocht en echt heel dicht bij elkaar. Ja, toen kwam een beetje aan de verdrukking, een beetje in de knil. Ja, en toen kwam ik er dus vijfde weer uit. En je hebt echt wel last van de bril dicht en sowieso. Dus ja, vijfde plek mis het er niet in, maar dik tevreden. Drie Duitse combinaties dus op het ereschapot. En het bleef nog lang onrustig in Vechta. Hier Duitse handjes voor William Matthijssen, die volgend jaar op de steun van vader Henk kan rekenen. Vader Henk werd achtste en hij hangt na 33 jaar de overal aan de wilgen.